komt zo dag en hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus neem hem aan voordat het te laat is. Jezus, ik kom. De waarheid van de 10 geboden, de Sabbat en de dag van bijeenkomst. Is het op de zaterdag of op de zondag? Wat zegt de Bijbel hierover? Develop is een waarschuwing. Deze film gaat over het ongehoorzaamheid van de mensen, met het gevolg is de hel. Er zijn mensen die geen vrees hebben voor God en zijn geboden. God zegen, lieve mensen. Ik groet je in de wonderbare naam van Jezus Christus. Trouwens, Hij is de weg, de waarheid en het leven. Ik wil de Heer danken voor de genade, de wijsheid, de inzicht dat Hij mij heeft gegeven om deze filmpjes te monteren. Wat ik nu met u ga delen, is de waarheid van de Bijbel en de leugens van de duivel. En de diepste geheim van de duivel om de mens in de hel te verleiden. De bedoeling van deze film is niet om mensen te beoordelen, absoluut niet, maar is om u te wijzen wat de duivel doet als hij u in zijn greep heeft. Ik zit hier om u de waarheid te vertellen omtrent de samenkomsten. Wanneer, welke dagen moet de samenkomsten gehouden worden? Is het op de zaterdag of op de zondag? Of had dat oude heilige boek, de Bijbel, met zijn 66 boeken toch gelijk? Dat begint met de eenvoudige woorden: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Een film over de schepper, over een liefdevolle God die het leven op aarde schiep. En die de mens schiep naar zijn beeld. In het begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De schepping. De aarde is getuige. En deze drie getuigen in de hemel zijn één. Samengestelde eenheid. God de Vader, Yahweh. God de Zoon, Yeshua. God de Heilige Geest, Ruach HaKodesh. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. En God zag alles wat Hij had gemaakt. En zie, het was zeer goed. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is geschapen. Toen God op de 7e dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de 7e dag van al het werk dat Hij gemaakt had. 3. En God zegende de 7e dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk dat God scheppende tot stand had gebracht. Toen vormde Hij de eerste mens uit het stof. Hij blies de levensadem in zijn neusgaten en gaf hem leven. De eerste mens werd Adam genoemd. Toen nam God een van Adams ribben weg en vormde daaruit een vrouw, om Adams vrouw en metgezel te worden. Zij werd Eva genoemd. God schiep de man en de vrouw als zijn evenbeeld. Daardoor konden ze van een intieme omgang met hem genieten. Ze leefden gelukkig in zijn tegenwoordigheid. In een prachtige tuin, speciaal voor hem, Eden genoemd. God zei tegen Adam: je mag de vruchten van alle bomen eten, behalve van één. Als je de vrucht van die boom eet, zul je sterven. Maar op een dag verleidde de duivel Eva.
Ze plukte de vrucht en at ervan. En haar man at er ook van. Ze deed dit omdat ze de duivel geloofde in plaats van God. Doordat de eerste mensen hebben gezondigd, Adam en Eva, zijn wij in zonde geboren. En om terug te komen bij de Heere God, heeft God de 10 geboden ingesteld. Dit is wat de Heere zegt, dat wij de 7e dag, de Sabbatdienst, moeten onderhouden. De 10 geboden en de Sabbat, die geldt nog steeds. En de kerken zeggen niks daarover. De Sabbat is het 4e gebod van de 10 geboden. I am here. Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Lord, Lord, why do you not hear the cries of their children in the bondage of Egypt? I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrow. Finger of God. Exodus 20, vers 8 tot 11. Vers 8. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 9. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. 10. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. 11. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Hij rustte op de 7e dag.
Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Mensen, de zevende dag is gezegend en geheiligd. God zegende de zevende dag en heiligde die. De ene dag in de Bijbel staat dat God het heeft gezegend en geheiligd. De eerste dag is op de zondag. De zevende dag is op de zaterdag, lieve mensen. Dus de zaterdag en de sabbat begin van zonondergang, wat God heeft geen dagen namen gegeven. Is de wereld heeft de dagen de namen gegeven. Een dag begint gewoon van zonondergang, laten we zeggen vrijdag zonondergang, tot zaterdag zonondergang. Dat was een dag van de Heer. Doordat de mensen blijven zondigen en ze zouden verloren gaan, heeft God de Heer Jezus gestuurd om naar het kruis te gaan door zijn genade voor onze zonden. Maar de Heer Jezus is niet naar het kruis gegaan om de sabbatdienst op de zevende dag, zaterdag, weg te halen. Op de eerste dag van de week, nu zondag, te plaatsen. I commit my spirit.
Matthäus 5, vers 17 tot 19. Vers 17. Meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19. Wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Jezus is niet naar het kruis gegaan om de Sabbat of de 10 geboden te ontbinden. Jezus is niet naar het kruis gegaan om deze dingen weg te halen, lieve mensen. Jezus is naar het kruis gegaan om het te vervullen. De Sabbat is het autodurende verbod. Exodus 31, vers 16. De Israëlieten zullen de Sabbat onderhouden door de Sabbat te vieren, zij en hun nageslacht, als een altoosdurende verbond. De Heer Jezus is voor alle mensen die God geschapen heeft naar het kruis gegaan voor hun zonde. En zo is het ook met de Sabbat. Het is voor de mensheid een eeuwigdurende gebod om het te onderhouden en dichter bij God te komen. Lieve mensen, de 10 geboden die geldt nog. Laat niemand u komen zeggen dat de 10 geboden, dat Jezus die 10 geboden weg heeft gehaald. Of ze zeggen Jezus is Heer over de Sabbat. Is een leugen, lieve mensen. Is een grote leugen. Laat uw ziel niet verloren gaan. Want als u de Sabbat niet onderhoudt, Jezus zegt, heeft u een voorbeeld gegeven. Wij moeten Jezus voorbeeld volgen. Johannes 13, vers 15. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk ik u gedaan heb. Als wij geen Sabbatdiensten houden, doen wij niet wat Jezus heeft gedaan. Jezus heeft ook de Sabbat gedaan. Hij heeft ook Sabbatdiensten gehouden, lieve mensen. Laat uw ziel niet verloren gaan door andere dingen te gaan volgen. Volg wat de Bijbel zegt, lieve mensen, zodat uw ziel behouden wordt. Lucas 4, vers 16. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ja, lieve mensen, Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven hoe wij het moeten doen, wat wij moeten doen. Wij kunnen onze eigen dingen niet doen als wij zeggen dat we Jezus volgen. Hij zegt het ook hier, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Volg mij. Doe wat ik heb gedaan. En als u doet wat hij heeft gedaan, dan is het belangrijk dat u ook de Sabbat gaat vasthouden. Lucas 4, vers 17 tot 21. Vers 17. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is. 18. De geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden. 19. Om aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heren. 20. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. 21. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, heden is de schriftwoord voor uw oren vervuld. De 10 geboden is ook waaronder de Sabbat valt. Dit allen is de karakter van God. Als men dit niet
onderhoudt, kent men de karakter van God niet. Als men in een gemeente is en men kent de karakter van God niet, kent men de Heere Jezus niet. Galaten 1, vers 6 tot 9. Vers 6. Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. 7. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. 9. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens, indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zijn vervloekt. Lieve mensen, het is belangrijk dat wij de 10 geboden onderhouden. En het is belangrijk, lieve mensen, dat wij de Sabbat, waaronder de 10 geboden is, onderhouden, lieve mensen. Zonder dat, kent u Jezus niet? U kent Jezus niet. Als wij de karakter van God willen kennen, moeten wij de 10 geboden vasthouden en de Sabbat onderhouden, lieve mensen. Dat wil ik u meegeven. Lucas 23, vers 54 tot 56. 54. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat brak aan. 55. En de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zij zagen het graf, hoe zijn lichaam gelegd werd. 56. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. Jezus is de eerste dag opgestaan. Maar het staat nergens in de Bijbel geschreven dat wij de eerste dag de diensten moeten houden. Het staat nergens geschreven. Lucas 24, vers 1 tot 9. Vers 1. En op de Sabbat rustten zij naar het gebod. Maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgenstond met de specerijen die zij gereed gemaakt hadden naar het graf. 2. Zij vonden de steen van het graf afgewenteld. 3. En toen zij erin gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. 4. En het geschiedde, terwijl zij daarover in verlegenheid waren, dat, zie, 2 mannen in een blinkend gewaad bij haar stonden. 5. En toen zij zeer verschrikt werden en haar aangezicht der aarde neigden, zeiden deze tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? 6. Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinnert u hoe hij, toen hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft? 7. Zeggen dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van de zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen opstaan. 8. En zij herinnerden zich zijn woorden. 9. En teruggekeerd van het graf, boodschapten zij dit alles aan de elfen en aan al de anderen. Wie kan mij wijzen op waar het staat geschreven? Ik heb de Bijbel helemaal gekeken, maar het staat nergens geschreven dat wij de eerste dag kerkdienst moeten houden. Het staat nergens geschreven. Maar God heeft wel gezegd dat wij de 7e dag de Sabbat moeten houden. Ziet u de ongehoorzaamheid niet? Het zijn allemaal leugens wat u wat wordt verteld. En wie is de vader van deze leugens? Johannes 8, vers 44. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt,
spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar dit zijn allemaal bewijzen dat de mensen alleen maar leugens vertellen in verschillende zondagsgemeenten. Ezekiel 22, vers 26. Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden met heilige dingen. Tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid. Het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet. En voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen. Zo word ik te midden van hen onheilig. 27. De oversten zijn er als roofgierige wolven, die bloed vergieten en mensen in het verderf storten, om zichzelf te bevoordelen. 28. En zijn profeten bepleisteren voor hen met kalk. Zij schouwen bedrieglijke dingen en voorspellen leugen. Zij zeggen, zo zegt de Heere, Heere, terwijl de Heere niet gesproken heeft. Maar dit zijn allemaal bewijzen dat de mensen alleen maar leugens vertellen in verschillende zondagsgemeenten. In Johannes 2, vers 4 tot 6, vers 4. Wie zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En in die is de waarheid niet. 5. Maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. 6. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Een van de gemeenten die zondag diensten geven, volgt Jezus. Ze volgen Jezus niet. En het belangrijkste is de 10 geboden, dat is niet weg. God heeft Mozes de 10 geboden gegeven om een relatie met u te hebben. Is weer de ongehoorzaamheid. Deze ongehoorzaamheid is vanaf het begin. Adam en Eva. God wil een relatie met u hebben. Hij heeft Jezus gestuurd. Volg Jezus wat de Bijbel zegt. Volg wat de Bijbel zegt, lieve mensen. Matteüs 7, vers 15. Wacht u voor de valse profeten die in schapenvacht tot u komen. Maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. 21. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijn vaders, die in de hemelen is? 22. Velen zullen te dienen dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? 23. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werker der wetteloosheid. Wat is werker der wetteloosheid? God heeft ons de Bijbel gegeven. God heeft zijn wetten gezet in de Bijbel. En in zijn wetten staat ook de 10 geboden. De Sabbat is de 4e gebod. En wij doen niks ermee. De 10 geboden hebben ze aan de kant gezet. Ze doen niks ermee. Want het eerste gebod hebben ze al verbroken. Gij zult geen andere goden voor mij aangezet hebben. De zondagkerk is een andere God aanbidding. Dat is de eerste gebod wat ze hebben gebroken. En de 4e gebod, de Sabbat, hebben ze ook verbroken. Alles wat in de Bijbel is, hebben ze verbroken. Lieve mensen, zondagkerk is de zondagod aanbidding. Exodus 31, vers 12 tot 14. Vers 12. De Heere zeide tot Mozes, gij dan spreekt tot de Israëlieten, maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet dat ik de Heere ben die u heiligt. 14. Gij zult de sabbat onderhouden,
want deze is iets heiligs voor u. Wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden. Want ieder die daarop werkt, verricht zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Sight of God, you are not worthy to receive these Ten Commandments. We're gathered against you, Moses. You take too much upon yourself. We will not live by your commandments. We're free. There is no freedom without the law. Whose law, Moses? Yours? Did you carve those tablets to become a prince over us? Who is on the Lord's side? Let him come to me. He showed you no land flowing with milk and honey. I show you a god of gold. Come with me. Follow me. Blasphemers, idolaters, for this you shall drink bitter waters. God has set before you this day his laws of life and good and death and evil. Those who will not live by the law shall die by the law. Die mensen verkondigen alleen maar leugen. En als u ook achter deze leugen van de mensen, van de mensen gaat wat de leugens vertellen, dan gaat uw ziel verloren. Johannes 14, vers 21. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader. En ik zal hem lief hebben. En mijzelf aan hem openbaren. In het eerste gebod zegt de Heer: gij zult geen ander goede voor mijn aangezicht hebben. Wat is een ander goede? Een ander God dienen. Zondag is de zondaggod aanbidding. Een van de gemeenten die zondag diensten geven, volgt Jezus. Ze volgen Jezus niet. Johannes 14, vers 15 en 16. Vers 15. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. 16. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Laat uw ziel niet verloren gaan, lieve mensen. Wij leven in de eindtijd, lieve mensen. En Jezus kan elk moment komen. En u denkt dat u in een goede kerk bent, waarvan u de verkeerde gemeente hebt gekozen, lieve mensen. Lieve mensen, ga zelf de Bijbel lezen en kijk wat de Bijbel over de Sabbat, de Tien Geboden en de Zondagkerk zegt. Als wij doen wat de Heer Jezus gedaan heeft, heeft hij de karakter van God openbaar. Om de Tien Geboden te onderhouden en de Sabbat, waaronder de Tien Geboden is, naleven. Lieve mensen, ik zegen u in Jezus' wonderbare naam. Ik hoop dat dit een grote openbaring voor u is om te kiezen waarvoor u wilt kiezen. Jezus komt terug.
Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dus neem hem aan voordat het te laat is. Jezus, ik kom. Ik kom bakken, lukken, ik kom zo weg.